Yes, yes jongens. Welkom weer bij de riviervlog. Het is lekker voorjaar en ik zit op een hele speciale plek. Ik heb besloten 3 afleveringen van deze plek te maken. Beginnend heel vroeg in het voorjaar, eigenlijk het einde van de winter. Ik begin dan ook bij 7,5 graden watertemperatuur. En ik ga gewoon door tot de paaitijd, denk ik. En dus korte afleveringen. Met veel impressies van hoe het lekker het hier is aan dit mooie stukje van de Maas. Jongens, veel plezier nogmaals. En in de tussentijd, Tightlines. Tot de volgende. Nou mannen, ik ben hier bij Team Outdoors. Goedemiddag allemaal. Even wat nieuwe spulletjes en ik heb van PJ ook een petje gekregen. Dankjewel man. Ja. Yes, dankjewel. Goeie vangst. Jij ook. Yes. Yo. En het is nu 4:30 jongens, dus hoogste tijd om even een hengel het water in te krijgen. Het zonnetje schijnt mooi, maar het is wel een beetje guur, een beetje koud. Maar maakt niet uit. Hengeltje erin en dan gaan we zien of het goed gaat komen. Zie ik jullie straks jongens. Nou jongens, hengels liggen in. Hopen op een mooie, dikke, vroege voorjaarsbak hier. Maar elke vis is welkom natuurlijk. Dus hopelijk zijn de vissen al aan het trekken. Maar dat gaan we vanzelf zien. Ik ga lekker even de tent opbouwen en eten maken en vroeg naar bed. Dus veel van mij zul je niet meer horen. En hopelijk straks wel met een mooie vis in mijn handen. Maar dat zien we vanzelf wel jongens. Dus tot later. Oké, jongens, even snel. Ik ga zo'n handje per hengel erbij gooien. En dan nog een schepje particles erbij. En dan is dat het genoeg. En dan ga ik lekker pitten. Dus tot straks, jongens. Yes jongens, ik ben weer terug op de plek. Ik heb een korte sessie gepland staan deze keer. Afgelopen week is de watertemperatuur eigenlijk alleen maar gedaald. Echt koude nachten. Maar dat gaat allemaal veranderen vandaag. Hopelijk kan ik nog wel even iets moois laten zien. Een van de geheimen van de rivier. Dat zou echt heel mooi zijn. Het zou dan wel echt mijn koudste riviervis tot nu toe zijn. Dus het zou vet zijn. Yes, let's go and have a look. Nou, goedemorgen. Het is 8:15 en ik heb wat brasem gevangen. Dan gaan we weer lekker brasems trekken. Maar vanochtend even wat nieuwe aasjes bij 2 hengels erop gedaan. En heel lichtjes bijgevoerd. Windjes lekker aan het opsteken en zonnetje staat erbij. Het wordt langzaam wat warmer. Dus ik heb er zin in. Even een paar uurtjes vandaag en dan hopelijk kan ik wat vangen.
Dan heb ik wat afspraken en dan kom ik sowieso volgende week terug. Als het niet lukt vandaag, ook al lukt het wel, ik kom volgende week terug. Want de competities worden alleen maar beter. Dus even hopen op een mooie vis. En anders tot straks. Yo. Vet is dat, jongens. Een nieuw record van mij. Van de rivier. Niet qua gewicht, maar wel qua lage temperaturen. Het is namelijk nog geen 8 graden water. Dus ik wist dat het mogelijk was op deze plek. Maar vet om het bevestigd te krijgen. Het is echt heel erg stil hoor, jongens. Ik heb het zelden zo stil meegemaakt, maar het maakt allemaal niet uit. Eindelijk karpen eraan, jongens. Okay. Klein schrupje. Nou, hij is nog een beetje levendig, jongens, dus ik laat hem maar heel eventjes zien. Mooie vis van de rivier. Eentje voor de toekomst, dus hoop dat hij snel terugkomt over een paar jaar. Als een dikke twintiger. Ik laat hem nu even zwemmen.